Goedemorgen beste kijkers, vandaag zaterdag 27 april 2024. Vandaag ga ik een random rondje door Nederland doen. Het is vandaag Koningsdag, dit zal vandaag overal lekker druk zijn in de treinen en op de stations. En ik ga vandaag alleen een puur rondje door Nederland doen, omdat het lekker druk is overal. In ieder geval, ik heb de vorige video gisteren online gegooid. Dit in verband met dat ik een nieuw editingsprogramma probeer te gebruiken, maar ik vond dat een hele kutkwaliteit eruit kwam, vond ik. Dus ik probeer gewoon een beetje zo goed mogelijk te editen. Als je die NRW vlog hebt gezien, dan zie je dat dat een beetje, edit ik altijd met CapCut, een beetje met die editings app. Maar dan gaan ze alles in die pro-versie bijna veranderen, dus daar moet ik voor betalen als ik wat moois in elkaar wil zetten. Dus als je die NRW vlog hebt gezien, dat is een beetje wat maximale kan. Proberen alles maar te minimaliseren. Maar ja, in ieder geval, we gaan vandaag een random rondje van Nederland doen en kijken hoe druk het overal is. Als je geïnteresseerd bent, veel kijkplezier! Het is nu 11. Het is nu net iets voor 11 uur. Normaal pak ik een beetje de eerste trein van de dag. Maar dat kon niet omdat ik gisteren tot laat moest werken. Dus ja, daarom. Ja, mijn slaap is natuurlijk ook wel best wel belangrijk. Het zal wel overal druk zijn, maar wij reizen gelukkig in de eerste klas. Met deze sprinter gaan we naar Meppel. Je zou vast afdenken, waarom Meppel? Nou, vanaf Zwolle zal het vast wel druk worden richting Utrecht. Dus ja, vanaf Meppel, vanaf Leeuwarden, Heerenveen en Steenwijk komt er toch in een hond. Dus ja, dan hebben we in ieder geval een zitplek. Juist, dat ding kan gewoon van een stopcontact hier afzetten. Juist, Meppel, je wacht op de Intercity. Zoals ik dacht, met deze Intercity gaan we naar Utrecht Centraal. Baby.
station Utrecht Centraal. Het viel me eigenlijk best wel mee hoe rustig die trein was en hoe rustig die is op station, op dat perron bedoel ik dan. We gaan hier naar spoor 19 voor iets leukers. Gods. De ICE stopt niet in Arnhem, stond om in één keer 10 minuten van tevoren, want die borden werden kort van tevoren aangegeven. Ik vroeg het aan de conducteur, want die reis stond wel in de reisplannen dat hij op Arnhem zou stoppen, dus ja, ik vraag het even na. Dan word ik echt super slecht geholpen, echt gewoon chagrijnig zijn die conducteurs van NS International. Dus ik geef het gewoon echt een dikke 1 voor vandaag. En dus moeten we naar de Binnenlandse Intercity die 20.000 keer stopt op elk tussengelegen station of zowat. En die stopt overal en is overvol. Nou ja. Ik zag net 2 minuten geleden dat er nog een Intercity naar Arnhem Centraal gaat met deze SRG. Nu is proefnet Rotterdam. Met deze Intercity gaan we naar Arnhem Centraal. Arnhem Centraal wel die kutdrukte. Weet je wat Arriva elk jaar doet met alle met Koningsdag? Dan zetten ze allemaal treinen uit alle regio in en dan halen we allemaal naar Achterhoek. Dus we gaan even van zulke treinen even waar doen. Dus checken uit bij NS en checken in bij Arriva. Kijk, hier zijn we vandaag voor gekomen. Helemaal vol. Zo, in de eerste klas van het Arriva Hok. Geen Limburg variant, maar gewoon een Achterhoek variant. Kijk of ergens nog een Limburg of een Vechtellijn of een Noordnet ergens nog tegen kunnen komen. Ik weet niet of ze er rijden, maar in ieder geval, ik heb wel een Limburg gezien. Ik weet nog niet hoe met deze trein waar ik naartoe ga. Never know.
Zevenaar. Ik ben erachter natuurlijk dat die glimmergietwees natuurlijk niet verder dan Zevenaar kunnen rijden. Dus dat ze natuurlijk een plan te graag hebben. Geweldig, een Arriva Limburg G2 op Zevenaar. Dit interieur heb ik dan weer niet gemist. Leuk die Arriva Limburg treinen hier, maar kijk of we zo even een andere richting kunnen gaan. Om die potjes uit te komen. Nou, al die ANS-potjes staan vol, maar die Arriva-potjes niet, dus we checken even om. Nou, ik dacht, gaan ze rondje door het centrum, maar echt dievenstruk overal. Maar het was hier niet zo vaak druk. Even wachten tot deze Arriva Limburg G2 weg is en dan wachten op onze volgende trein. Helemaal klaar met deze drukte op Arnhem. Nou, het meest comfortabele materiaal van de NS, daar gaan we eens weer mee. Nou ja, met deze Intercity gaan we naar 's-Hertogenbosch. Ook mag de schoonmaak in deze trein weer even langskomen. Hier gaan we nooit. Er zitten we vertraagd. Sprinten met plus 10 voor ons, dus we rijden we overal langzaam. Aangekomen met 7 liter schaar, station Zertogenbosch. Nou ja, onze volgende trein staat er al. We hebben Nisse Verum 8741 mee, betekent Verum 1 van de buitenkant en Verum 2, dit is de derde generatie van de binnenkant. Met deze Intercity gaan we Utrecht Centraal.
tussen Utrecht Centraal. Die gaan we weer naar spoor 19. Juist, dit zegt wel genoeg. Ik ben het helemaal vergeten om een stukje op te nemen toen ik Arnhem Centraal uitliep met uit een trein. Ik was helemaal vergeten dat ik aan het filmen overal was. In ieder geval, ik ga terug richting het station. Planwijziging, Arnhem-Velperpoort zit erbij, dus gaan we het station Arnhem-Velperpoort lopen. Aangekomen station Arnhem-Velperpoort, na ongeveer een wandeling van 10 minuten. Een geval. Op Arnhem-Velperpoort ligt aan de spoorlijn tussen Zutphen en Arnhem Centraal en Winterswijk en Arnhem Centraal en Emmerich en Arnhem Centraal. Dus hier zit gewoon een splitsing, zeg maar. En Winterswijk zit ook een splitsing, dus eigenlijk beter zeggen Zevenaar en dan Arnhem Centraal. Hier rijdt normaal NS en Arriva. Maar dat Arriva elke 10 minuten een trein rijdt tussen Zevenaar en Arnhem Centraal, stoppen die op dit moment waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk de capaciteit ervoor. Als die allemaal zouden stoppen, ja, dan kunnen de normale sprints, intercities en ICE's goederentreinen ook niet gebruik meer maken van het dubbelsporige traject. Op station Arnhem Centraal, of Arnhem-Velperpoort hier. Op Arnhem-Velperpoort en dan, vanochtend reden er tot in ieder geval in de middag tussen Zevenaar en Arnhem Centraal reden er 3 treinen per half uur. Dus, en dan gingen ze van Arnhem Centraal dus leegmaal terug naar Zevenaar. Dat is inmiddels omgedraaid, omdat mensen nu langzaam terug richting huis gaan waarschijnlijk. En vanochtend gingen mensen heen. In ieder geval, wij wachten hier op de NS-sprint richting Zutphen. Verder is station Arnhem-Velperpoort echt fucking lelijk, deze stationsbunker. Ik geef gewoon echt gewoon een dikke 2 van de 10. Ik denk dat jullie het kaart met me eens zijn. Dat ding zat toch nog voller dan ik verwacht. Met deze flirt gaan we naar Zutphen. Op station Zutphen. Op station Zutphen wacht ik dit keer richting Zwolle. Ja, zie daar. De boosdoener van het hele verhaal dat de intercity naar Roosendaal niet weg is. Nee, maar intercity naar Zwolle weer plus 5. Dat stomme Arriva paard.
dat was Patrick Hamhuis, maar in ieder geval met deze InCity. Op de 5 gaan we helemaal tot aan het Zwolle, oftewel Sprinter City. Station Zwolle. Dit is ook het eindpunt voor vandaag van deze video. Ik vond het helemaal geweldig met de Arriva in de Achterhoek, met al die GTW's. En weet ik wat met alle wijzigingen en het rondje dat ik vandaag heb gepland. Maar bij sluit je bij de video af. Like en abonneer je kanaal hier beneden als je ook deze content leuk vond. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!